Jack O'Brien was een grote ier van bijna 2 meter lang. Hij was gespierd en zo sterk als een stier en ook voor niemand bang. Hij kocht een stuk grond op een heuveltop en zei toen, weet je wat? Ik bouw op die heuvel een heel groot huis, hoe vinden jullie dat? Wij zijn de fairies en wij zijn heel klein. Maar we kunnen al zijn dat heel een stuk te groter zijn. Wij kunnen ons laten verdwijnen of duiken plotseling op. Wij wonen in een fairy fort op een heuveltop. Wij houden van rust en wie ons stoort, die zit met een probleem. Wij zullen hen plagen, treiteren, sarren tot hij de benen ligt. Waar Patrick O'Brien zijn huis wilde bouwen, daar stond een fairy fort. Hij pakte een hamer en gaf toen een klap en sloeg het fort aan fort. De mensen die zeiden, nu heb je de rust van de fairies verstoord. Die nemen nu wraak, maar Patrick die lachte en bouwde rustig voort. Wij zijn de fairies en wij zijn heel klein. Maar we kunnen, als wij dat heel een stukje groter zijn. Wij kunnen ons laten verdwijnen of duiken plotseling op. Wij wonen in een fairy fort op een heuveltop. Wij houden van rust en wie ons stoort, die zit met een probleem. Wij zullen hem plagen, treiteren, saren tot hij de benen heeft. 4 maanden later had Patrick O'Brien zijn huis op de heuvel af. Haar niet wonen, dat zeiden de mensen, je wordt door de fairies gestraft. Maar Patrick die lachte, ging toch in het huis en sliep 's nachts ongestoord. Maar na die ene nacht heeft niemand meer van O'Brien gehoord. Wij zijn de fairies en wij zijn heel klein. Maar we kunnen, als wij dat willen, een stukje groter zijn. Wij kunnen ons laten verdwijnen of duiken plotseling op. Wij wonen in een fairy fort. Houden van rust en die ons stoort, die zit met een probleem. Wij zullen hem plagen, treiteren, sarren tot hij de benen heeft. Tot hij de benen heeft. Tot hij de benen heeft. Tot hij de benen heeft.